Goedendag, Rotterdam had al het internationaal filmfestival Rotterdam, 44 edities. En vanmorgen is er ook een sportfilmfestival in de prachtige stad. 40 voorstellingen, ruim 40 voorstellingen, docu's, sportfilms. En we gaan er een half uur lang over praten. Dat doe ik met mijn collega op de plek van de grote Jan-Dirk Stouten. Zit nu Paul Verspeek, filmkenner. Daarnaast Jasper ten Berge, documentairemaker van Andere Tijden Sport. En daarnaast weer de enige met stropdas aan deze tafel. Dat moet ook, want hij is de programmeur van het filmfestival, het sportfilmfestival. Dave Andriessen. Dave, om met jou te beginnen. Waarom een sportfilmfestival in Rotterdam? Nou, Rotterdam Topsport, dat is de organisatie in Rotterdam die eigenlijk alle grote topsportevenementen coördineert en ook de beoefening van topsport begeleidt en stimuleert in de stadsregio. Viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum. En in plaats van weer een sportwedstrijd of een toernooi te organiseren, dacht men bij Rotterdam Topsport, joh, we willen graag de combinatie met sport en cultuur maken. Hè, wat een belangrijke missie is in de gemeente Rotterdam over de laatste jaren. Dus hebben we een denktank bij elkaar gezet en er kwam een sportfilmfestival uit. Een samenwerking is het niet alleen tussen Rotterdam Topsport en Rijnmond, ook Andere Tijden Sport, Sport Next en de Volkskrant. Namens Andere Tijden Sport, ik zei het al, Jasper ten Berge. Wat is jullie bijdrage aan het sportfilmfestival? Nou, ik kan wel zeggen dat het een bijzondere is. Ik bedoel, voor ons is het bijzonder om ook niet alleen op televisie, maar ook in de bioscoop dingen te vertonen. En het is niet een televisieuitzending met Tom Egberts ervoor, die zit er nog niet voor. Het is echt een speciale sneak preview, dus best bijzonder. En dat zijn 4 afleveringen van de serie van 7 die we maken voor deze zomer. En dat is de toerstart van 1954. We hebben een mooi verhaal over de Rumble in Rotterdam, door ons zo gedoopt hoor, die uitzending getiteld. Tussen Blanchard en Koopmans, 1982. Het gevecht van de eeuw, boksers. Johan Cruijff die in 1984 een jaartje vreemd ging bij Feyenoord. Daar hebben we een heel mooi verhaal over. Met een zeer geëmotioneerde Stanley Brarter onder andere in, meen ik. En Jan Knippenberg, een aflevering die ik zelf maakte met Dirk-Jan Roeleven samen. Daar gaan we straks een stukje van zien. Fragmenten, die afleveringen, die zijn dus nog niet op televisie geweest, die komen nog op tv? Ja, die komen nog op tv. Dat is dus de zomerserie van 2015. Dat loopt van 24 mei tot 5 juli. Welke waar wordt uitgezonden, weet ik niet precies. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, in dat blok zenden we iedere zondagavond een Andere Tijden Sport uit. En 4 daarvan dus nu speciaal op dit filmfestival. Paul, van jou wordt de kritische houding in deze uitzending verwacht. Zit Rotterdam te wachten op nog een filmfestival? Nou, we zitten te wachten op nog meer Rotterdam, dus wat dat betreft vind ik het prima. Er is ook genoeg aanbod. Als ik bij mezelf nakijk hoeveel films ik heb gezien en hoeveel sportfilms ertussen zaten, dan kan het geen probleem zijn voor de programmeur om ze te selecteren. Je wil wat kritiek? Oké. Het is natuurlijk wel heel willekeurig wat je dan selecteert. Je kan met het grootste gemak 40 andere titels bedenken en die gooi je ook in deze filmprogrammering. Dus het heeft wel een beetje een willekeurig karakter. Van, je kan je afvragen waarom deze films, en had je misschien niet een thema moeten kiezen. Maar goed, misschien dat Dave daar zo antwoord op kan geven. Nou, voor de thema's gaan we het zo hebben. Laten we eerst eens kijken naar een trailer van een van de films die getoond gaat worden tijdens het filmfestival, sportfilmfestival, I Am Ali. Die heb jij uitgekozen. Waarom? Ja, Ali is natuurlijk als sportheld legendarisch. Een van de grote, uit het pantheon der grootheden. Hè? Alsof de schepper zelf Ali op aarde heeft gezet met bijvoorbeeld Eddie Merckx of de Beatles, om hem wat te noemen. Maar naast een groot atleet was hij ook als politicus heel invloedrijk. Bijna nog invloedrijker als Martin Luther King bijvoorbeeld. En we zien hem in deze film als familieman, als vader. Er zit een hoop beeld uit het privéarchief die hij vroeger opnam. Als hij bijvoorbeeld zijn dochtertjes opbelde op de telefoon. Dus dat is heel mooi. We zien een heel onverwacht beeld van Muhammad Ali. I Am Ali, over Muhammad Ali. This is a microphone. And when you get to be a big girl, I'm gonna play this back so you can hear. I was the Concord of boxing. I was at a high altitude than the rest, moving faster than the rest. But you just have to get used to riding on jets again. You can't ride Concord. He actually said, I don't want you to be like me, I want you to be better than me. How can you be better than the greatest, huh? You just can't measure that in the word great. It has to be another word created. I mean, who doesn't know who Muhammad Ali is? People just feel the love that emanates from him, and people can feel that. You look beautiful. I know my mother, she looked at him and she hugged him and then she started to cry and she left the room.
She said, well, I looked into his eyes and I saw God. I Am Ali, de makers noemen het, en dan moet ik het even voorlezen, een intieme en hartverwarmende kijk naar de man achter de legende. Wordt deze wervende tekst waargemaakt in deze documentaire, Dave? Ja, ik vind van wel. We hebben natuurlijk allemaal die legendarische gevechten gezien, de beelden daarvan. Hè, tegen Foreman, tegen Frazier, tegen Sonny Liston. Maar we zien hem inderdaad hier als familieman en eigenlijk een kijkje in zijn privacy. Kijk jij hier jaloers naar, Jasper? Als je met zo'n grootheid een documentaire mag maken of over zo'n grootheid? Uiteraard, ja. Ja, ik weet, zo groot worden ze zelden gemaakt inderdaad. Maar ik denk, wat je, een Messi nu of zo, ja, dat lijkt me een saaier onderwerp. Maar dat zijn natuurlijk wel onderwerpen waar je... Ja, ik ben zelf ook cameraman geweest in de nieuwe Heldenwielerfilm die ook op het festival draait. En daar hebben we echt de wording van een grootheid op de voet gevolgd. Hè. Marcel Kittel, die stond die tour dat wij erbij waren op in de ploeg die wij volgden. En hij verstootte eigenlijk Mark Cavendish van de troon. Dus wij volgden echt de wording van een nieuwe koning. En dat was ook wel heel bijzonder dat hij er nog niet is, maar dat je erbij bent als hij het wordt. Hè. Dus dat is misschien nog wel mooier als filmmaker dan echt een grootheid portretteren, denk ik. Maar we gaan kijken naar de mening van de man naast je. Wat moet een goede sportdocu hebben, Paul? Die moet verder gaan dan de sport. Een antwoord zijn op het cliché zinnetje, het is maar een spelletje. Er zijn mensen die dat nog steeds roepen, maar sport grijpt veel dieper. Als ik een voorbeeld mag geven wat ik heel geslaagd heb gevonden, Wilfried de Jong, hè, die de talkshows presenteert, die heeft een aantal van die prachtige reportages gemaakt voor Hollandsport. Eentje is me altijd bijgebleven in Napels. Hij ging jaren nadat Maradona daar succesvol was geweest met Napoli en een dikke pad was geworden aan de kook verslaafd met kanariegeel haar, ging hij met twee foto's, die lelijke en die mooie foto van Maradona, door de Volkswijk lopen. En toen hij hoefde eigenlijk niks te zeggen. En al die verhalen kwamen tot hem, dat Napoli toen trots was, want hij had ze twee keer kampioen gemaakt voor het eerst in het bestaan van de club. Het was Zuid tegen Noord. Het was een volksjongen waarin al die Napolitanen zich herkenden. In die reportage wordt geen woord over voetbal gesproken. Niet van dit was zijn mooiste doelpunt, weet je nog die beslissingswedstrijd. Alleen maar wat heeft het voor ons gebracht? Je ziet een vrouw op een balkon die zegt hij heeft ons Napolitanen vreugde gegeven. Nou, dat geeft al aan, denk ik, wat sport allemaal voor invloed heeft, dat jaren na dato één foto alleen maar verhalen oproept in Napels, waar ze nog steeds terugdenken aan, ja, dat was toch een soort mythe, die man. Een soort goddelijke status had hij gekregen door zijn spel daar. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld van een goede sportdocumentaire. Je zou kunnen zeggen, je zet de mooiste doelpunten van Maradona op een rijtje, maar het is dus veel en veel meer. Jij kiest als fragment in deze uitzending voor Solo, een film van Jos de Putter over Leonardo, het tweede deel. Ja, ik herken een beetje van wat je net vertelt, ook in Solo. Ja, nee, dat klopt. Het is eigenlijk een tweeluik. Solo heeft Jos de Putter in 1994 gemaakt. Toen ging hij tijdens het WK 94 in de Verenigde Staten in de Sloppenwijken filmen over hoe kijken die voetbalgekke Brazilianen nou tegen zo'n WK aan, hè, in de Sloppenwijken. En toen viel zijn oog op een jongetje die daar opviel, 11 jaar, en dat was Leonardo. Die is die blijven volgen. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is hij bij Feyenoord terechtgekomen, dankzij die film. En Jos de Putter dacht 20 jaar later, als ik nou eens kijk van wat er nu van hem terecht is gekomen en wat mijn film voor zijn leven heeft betekend. Hè, ik heb hem uit die Sloppenwijken gehaald, ik heb hem bekendheid gegeven, want zo kan je het wel stellen. We weten een beetje hoe zijn carrière is verlopen, maar in die film wordt nog eens duidelijk of hij er nou wel beter of niet op is geworden. Laten we kijken naar de trailer Solo Out of a Dream over Leonardo. Zijn in de film. Mensen meegaan, die jouw familie houden, ze niet meer meegaan, ben je gewoon dat solo. Ik zeg het wel eerlijk, dat door die film mijn leven gered. Solo, Out of a Dream, een van de ruim 40 titels tijdens de eerste editie van het Sportfilmfestival Rotterdam. Dave, programmeur, kan je nog een aantal titels noemen?
Nou, we hebben onszelf de opdracht gegeven om het festival te linken aan een van de grote sportmonumenten van Rotterdam. Nou, de keuze is uiteindelijk gevallen op de marathon. In het verlengde daarvan hebben we eigenlijk 4 pijlers gekozen van sporten, thematisch om het programma samen te stellen, die belangrijk zijn voor Rotterdam. Ja, boksen is natuurlijk een archetypische Rotterdamse volkssport sinds jaar en dag. Hardlopen natuurlijk vanwege die marathon. We hebben met de CIO ook de hippische sport, de paardensport. Londen. Ja, ja. En het wielrennen, de Tour de France komt voor de 2e keer in 5 jaar Rotterdam voorbij. Dus staat daar ook centraal. En we hebben de première van het film over Pantani. Over de opkomst van het wielerfenomeen. Hè? De beste klimmer eigenlijk, een van de allerbeste klimmers ooit. Die op eigenlijk tragische wijze in een hotelkamertje aan zijn eind komt. Door een soort van Italiaanse heksenjacht. We zien niet alleen zijn sportieve hoogtepunten, maar ook wat die man inderdaad voor de samenleving betekende. En wat de sport eigenlijk voor effect had op zijn leven. We zien een hele mooie wielerspeelfilm Sunday in Hell. Een hele oude klassieke van de Deense filmmaker Jürgen Lett. Op zijn manier is hij weer heel invloedrijk geweest voor regisseurs als Lars von Trier. Die gaat over Parijs-Roubaix, een wielerwedstrijd die ook komend weekend, komende zondag verreden wordt. Hè, de Hel van het Noorden, over de kasseien. We hebben een prachtig mooie cyclocrossfilm, het veldrijden, For the Love of Mud. Vanuit Engeland, dus eigenlijk sowieso is dat al een heel raar fenomeen, veldrijden natuurlijk, wat met name bij de Vlamingen heel populair is. En bij ons in recente jaren ook weer natuurlijk, door Mathieu van der Poel, Was van der Haar. Je kan een uur doorgaan zo, hè? Ja. Het zijn trouwens meer docu's dan echte speelfilms, Jasper. Vind je dat begrijpelijk? Sport is denk ik wel het uitgelezen onderwerp om documentaires over te maken. Maar je maken. Hebt ook Moneyball, Any Given Sunday, dat zijn speelfilms. Je noemt er een paar, dat zijn misschien geslaagde, maar er zijn ook een heleboel niet geslaagde sportfilms, denk ik, dramafilms. De meeste documentaires die worden gemaakt, die vertellen inderdaad naast gewoon het sportverhaal, ook een verhaal over het echte leven. Tenminste, als het goed is, wat Paul net ook al zei. Hè? Dat het ontstijgt de sport en het heeft echt universele thema's, raakt het, weet je wel. En ik denk dat in een documentaire veel beter naar voren komt. En als je het gaat nadoen, de sportbeleving, de spanning, die krijg je niet zomaar in een film. Dan moet je van goede huizen komen, denk ik. Gebeurt niet vaak. Jij bent aan de beurt. Andere tijden sport. 4 keer een half uur tijdens het Sportfilmfestival Rotterdam. Welke aflevering gaan we te zien krijgen tijdens het filmfestival? Ik noemde ze net al even, het is de toerstad van die we gaan zien nu. Waar die we nu gaan, je wil het fragment. Dat is een aflevering die ik zelf maakte samen met Dirk-Jan Roerleven, de regisseur, over Jan Knippenberg. Weinigen kennen hem nog, denk ik. Hij liep in 1974 hard van Hoek van Holland naar Stockholm in 19 dagen. 1600 kilometer? 1600 kilometer, 2 marathons per dag. En dat dan 19 dagen achter elkaar. En dit was ook 1974, precies tijdens het WK voetbal. Dus iedereen was in Nederland zeker in de ban van het behalen van de finale. En hij liep toen tussen Bremen en Hamburg ergens te ploeteren op weg naar Stockholm. En daar gaat die aflevering over. Laten we er naar kijken. Dan krijg je een stukje van Andere Tijden Sport over Jan Knippenberg. Ik herinner me heel goed Joe Cocker en Bob Dylan, Pete Seeger. Die muziek inspireerde hem. Hoe matig die kwaliteit ook was. Want het was een bandrecorder die naast de auto hing. Met een heel klein luidspiekertje waar je net wat van kon oppikken, was het toch. Het werkte en het was leuk. En hij was wel happy daarmee thuis lopen. En er waren ook dagen bij dat het buitengewoon lastig ging. Dat hij heel veel last van zijn benen had. En dat het allemaal tegen zat. Of dat het weer buitengewoon slecht was. We hebben in Zuid-Zweden hebben we heel veel regen gehad. Dat alles alleen maar doorweekt was. En verschrikkelijk. Dat er niets meer droog was. En dan was het eigenlijk gewoon armoede. Hè. Vergeet dat niet. Want dan was het eten niet lekker. De schoenen waren doorweekt. De kleding. En dan was de verzorging was niet eenvoudig. Naarmate we meer naar Stockholm kwamen en in Midden-Zweden, was het weer vriendelijker. En dan was de stemming ook beter en het ging gewoon beter. Maar ik heb zelf nooit het idee gehad, dat halen we niet.
dat was ook van tevoren al zo vastgelegd in ons hoofd. Dat kon niet. Bestond niet. Andere tijden sport over Jan Knippenberg tijdens het Sportfilmfestival Rotterdam. Trouwens, de man kwam wel tragisch aan zijn einde. Longkanker, 47 jaar. Ja, 1995 overleed hij. Nooit gerookt. Longkanker, inderdaad. Dat is ook een mooi dramatisch deel van de aflevering aan het einde. Het loopt niet goed met hem af, helaas. Maar het is een broer die we hier aan het woord zien en horen. Die ook de reis met hem naar Stockholm meemaakte. En hem begeleidde in een oud Volkswagen busje. Reden ze erachteraan. Hij en een vriend, Fred van den Berg, fysiotherapeut. Amateur, hè? Dus dat ging allemaal zeer onbeholpen eigenlijk. Fred en vooral Bob, zijn broer, die vertellen eigenlijk hoe dat ging. En die waren erbij. En je ziet het archief. Bob heeft alles op 8 mm vastgelegd vanuit het busje. De hele trip lang. Dus je zit helemaal in die sfeer. Je gaat helemaal met hem mee. We komen ook te weten waarom hij liep. En dat is ook een verhaal uit zijn jeugd. We hebben de uitzending Forrest Gump op Texel genoemd. Oh ja. Mooie titel. Hij heeft de laatste 10 jaar volgens mij van zijn leven op Texel gewoond met vrouw en kinderen. En de gelijkenis met Forrest Gump, ik weet niet of je de film kent. Die blijft lopen op een gegeven moment. Ja, Forrest Gump is als jongetje met een vergroeiing in zijn ruggengraat, krijgt hij een harnas om. Zo ook Jan Knippenberg. In zijn puberteit wordt hij gevormd, klemgezet in dat harnas. En wil zich daarvan bevrijden. En zijn broer Bob vertelt ook van als dat ding maar even af kon, of de ouders keken niet, ging dat ding rond het bed en dan ging hij rennen. Zaterdag om 8 uur is hij op het Sportfilmfestival. Paul, TV Rijnmond doet ook een duit in het zakje. Toen wij van Rotterdam vertrokken over de toerstart in 2010 is een prachtige documentaire. En uit 2013 bij Wat ook moog gebeuren. Over de jeugd van Sparta. Hoe keek jij naar die docu? Nou, vooral als voetballiefhebber. Je bent dan weer eventjes kind die droomt dat hij ook ooit misschien wel een profcarrière kan krijgen. Daar gaat deze film ook over. 3 jongens worden gevolgd die talentvol heten van Sparta. Maar ja, breken ze ook echt door. Het deed me ook wat denken. Ik had het net over Leonardo. Ik heb ooit, toen hij 14 jaar was, op zijn bedrand gezeten als verslaggever. In het besef, ik heb de leeftijd dat ik niet verder kom dan Leonidas 3. Dat weet ik. Hij gaat het misschien wel maken. Wat moet dat fantastisch zijn? Nou, met die blik kijk je ook naar deze film. Van, dat moet heerlijk zijn voor die gasten. Dat je daar zo dicht tegenaan zit. Maar ja, wat blijkt uit die documentaire? Zo leuk is het allemaal niet. Je moet ontzettend veel opofferen. En uiteindelijk gaat er misschien van de 10 jongens eentje doorbreken. En dat moet ontzettend spannend zijn. De jaloezie, dat speelt natuurlijk allemaal een rol. Een stukje bij Wat ook moog gebeuren van de maker Dirk Weers. Kijk, voetbal wel leuk bij Sparta, maar de meeste mensen denken dat ze snappen wat inhoudt. Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan word je helemaal voortgeschopt. Focus. Ja. Hoe kan het dat het niet optimaal is? Je kan nu echt geen training meer verzaken. 1, 2, 3 maximaal. Gaan doorbreken. Gaan we lopen, houd druk, houd druk! Ah, uiteindelijk zit je er voor jezelf in. En dan moet je ook altijd in je achterhoofd houden. Hoe hoger je komt, hoe minder vrienden je hebt, hoe minder je moet vertellen aan anderen. Je zag Marciano Simonis, Anwar El Ghazi, tegenwoordig ster bij Ajax. Simonis is geblesseerd. De vraag is of hij ooit profvoetballer kan worden. En Brian Jansen, nu derde keeper van Sparta. Jasper, moet een mooie sportdocu tragisch zijn, dramatisch zijn? Want dit is wel een tragisch en dramatisch verhaal. Niet voor Anwar, maar over die andere. Het kan geen kwaad als er wat drama in zit natuurlijk. Hè. Conflict en drama is natuurlijk vaak in de sport eigen. Maar het sportverhaal en daarnaast het verhaal van het persoonlijke leed erachter, of een persoonlijke beleving erachter, dat maakt het natuurlijk wel bijzonder. Dat zit ook in die aflevering, of dat je hier ziet op de aflevering van Knippenberg, dat het hoeft niet per se dood te zijn. Hè. Drama kan ook op een hele leuke manier zijn. De ruzie die ze onderweg hadden, of de vrolijke momenten. Weet je, dat is ook heel ontwapenend. En als daar iets aan het einde iets dramatisch tegenover staat, dan krijg je veel meer pieken en dalen. Dat maakt het volgens mij wel mooi. Ja. Dave, het randprogramma van het Sportfilmfestival Rotterdam, wat kan je daarover zeggen?
Nou, we hebben met Wilfried de Jong natuurlijk iemand die al heel zijn loopbaan van sport kunst maakt. Wilfried leidt elke avond een talkshow, waarin we thematisch ingaan op de films die we nog gaan zien of gezien hebben. Met gasten die eigenlijk het zijn een hoofdrol spelen in de bewuste films of bij het maken ervan betrokken zijn geweest. Dus dat beloven we hele spannende programma's te worden. En nog een laatste kritische vraag dan, want je valt stil en dan kan ik mooi inspringen. Ja. Paul, wat ontbreekt er aan dit festival? Ja, er ontbreekt echt één film. Dat heeft me verbaasd. Eindelijk is er weer een Nederlandse speelfilm met sport als thema. We hebben natuurlijk de marathon gehad, legendarisch, maar we hebben Van Toe. En dan gaat hij, god beter, het volgende maand in première in Utrecht, omdat daar de Tour de France start. Wat mooier zou het zijn geweest als deze film met een rode loper in Rotterdam in première was gegaan, Dave. Ja, we hebben daar vanzelfsprekend aan gedacht en ook aan gewerkt. Maar het is een lang verhaal. Het heeft met zakelijke belangen te maken. Maar Van Toe is van dezelfde makers als de film van Andrea Hazes. En ze hebben ervoor gekozen om hem inderdaad in de koelkast te zetten om eventjes te wachten met de première. En Utrecht had er net, die had hem al gereserveerd vanzelfsprekend vanwege de nakende toerstart komende zomer. Dus we hebben er wel werk van gemaakt, maar omwille van de exclusiviteit konden we de film niet krijgen. Overigens is Van Toen natuurlijk ook een niet zozeer een sportfilm als in feite een speelfilm waar fietsen een rol in speelt. Dus eigenlijk valt hij ook een beetje buiten de selectie zoals wij hem opgezet hebben. Tot slot, Dave, kort antwoord. Is dit eenmalig, dit sportfilmfestival? Nou, we hebben de ambitie dat het een jaarlijks... Net zoals Felix Meurders gisteren. Dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Oké, dankjewel. Dankjewel, heren, voor uw aanwezigheid. We eindigen met Sportnext. Een van de partners van het sportfilmfestival. Zij richten zich op de sportfilm van de toekomst. Bedankt voor het kijken en tot bij het Sportfilmfestival Rotterdam.